Hoe erg is de wetenschap er aan toe? Het is de weinig opbeurende aanhef van een interview met Lex Bouter, de vroegere rector magnificus van de VU Amsterdam in NRC. En als u dit citaat hier leest, dan ziet u eigenlijk een bloemlezing van allerlei problemen die de voorbije jaren en vandaag met de wetenschap geassocieerd worden. En ik moet zeggen, ik deel dat beeld van kommer en kwel eigenlijk helemaal niet. Maar neemt niet weg dat we de signalen bijzonder ernstig moeten nemen en problemen moeten aanpakken, liefst ook voorkomen. Dat is de reden waarom ik het met u vandaag, in de tijd die mij nog resteert hier vanmiddag, wil hebben over wetenschappelijke integriteit en wat we in termen van bijkomende engagementen aan de KU Leuven kunnen nemen. Ik heb deze thematiek voor alle duidelijkheid niet gekozen, dames en heren, beste collega's, omdat ik een diepe twijfel zou hebben aan het fatsoen of de eerlijkheid of de integriteit of de transparantie van onze wetenschappers. Nee, ik denk echt oprecht dat de overgrote meerderheid van ons de wetenschap bedrijft volgens de regels van de kunst. Ik twijfel daar niet aan. Ik zal het eens met u hebben over wetenschappelijke integriteit, maar ik ga dat doen op een manier niet met de vinger wijzend. Geen schandpaal hier vandaag. Ik zal het vandaag niet hebben over de crisis van de wetenschap, want ik zie die crisis eerlijk gezegd niet. Good leaders need a positive agenda, not just an agenda of dealing with crisis. Het zijn de woorden van Michael Porter. Hij krijgt onder meer hiervoor, maar natuurlijk voor veel meer dan dit alleen, binnenkort op de campus in Kortrijk een eredoctoraat van de KU Leuven. Dames en heren, er zijn drie heel bijzondere redenen waarom ik het hier met u wil hebben over wetenschappelijke integriteit. Positieve redenen. Eerst en vooral, en ik hoop dat u die mening met mij deelt, integriteit is onlosmakelijk verbonden met het imago, met de reputatie van de universiteiten. En zelfs al is de frequentie van fabricatie, falsificatie, plagiaat, die komt er straks nog op terug, erg laag, enkele schandalen volstaan doorgaans om het blazoen van de wetenschap grondig te besmeuren. En dat vertrouwen in de wetenschap, dat is onze bread and butter, dat is onze levenslijn. Een levenslijn die we overeind moeten houden. En dat is een verhaal over integriteit. Het prachtige doctoraat vorig jaar verdedigd aan deze universiteit door Simon Gaudecharle over de grijze zone rond wetenschappelijke integriteit had niet voor niets als titel Trust me, I'm a scientist. Terwijl ik roep u en mezelf op om dat vanaf nu eens een collectieve dimensie te beginnen gebruiken. Trust us. We are a university. Maar dan moeten we dat ook waarmaken. Ten tweede, integriteit gaat ook, en dat is toch o zo belangrijk om te beklemtonen, over vertrouwen van wetenschappers in elkaar. Over collegialiteit en cohesie in de academie. Het gaat over de bereidheid, de wil, de kunde om over de muren van wetenschappelijke disciplines met elkaar samen te werken. En we weten allemaal dat die wetenschap zo verdomd complex geworden is. U moet het maar doen, artikels schrijven waarin elk vanuit een individuele deskundigheid bijdraagt aan één collectieve vinding. Vanuit verschillende universiteiten, soms verschillende continenten. Niet makkelijk. Dat vraagt vertrouwen. Dat vraagt samenwerking. Samenwerking als bron van wetenschappelijke vooruitgang. De reden waarom Richard Smith valsspelen omschreef als de poisoning of de wel. Laat ons die bron, de bron van de samenwerking, goed bewaken. Ook dat is een verhaal van integriteit. En last but zeker not least wil ik de thematiek van vandaag gebruiken om het zo prachtige werk van onze commissie wetenschappelijke integriteit te eren. U ziet dat misschien niet, dames en heren. Ik zie het nu als rector wel. Onze commissie wetenschappelijke integriteit steekt uren, dagen, steekt onwaarschijnlijk veel energie in het proberen te achterhalen van de achtergrond van inbreuken op de wetenschappelijke integriteit, de draagwijdte ervan, de waarheid erachter. En dat is een ongelooflijke inspanning.
Onze CBI doet schitterend werk, de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit doet pracht van werk. En ik zou heel graag van de gelegenheid gebruik maken om zeker de voorzitter van onze CBI, Herman Cozy, Ingele Roosje, de secretaris van de commissie, en toch zeker ook Dimitri Droshout, onze huisjurist die mij in zoveel verschillende projecten ondersteunt, echt hier vandaag in de hulde willen betrekken. En ik denk dat zij een applausje verdiend hebben. Dames en heren, het dreigt nu een wetenschappelijk betoog te worden, maar trust us, we are a university. Dus dat moet hier mogen. Ik zou u enkele minuutjes maar willen meenemen in de boeiende empirie over wetenschappelijke integriteit en de inbreuken erop. Er komt straks een volledige versie van mijn betoog in een echte tekst beschikbaar voor elk van u. Daar kan u het in meer detail nalezen. Ik ga u hier niet lastigvallen met definities. Ik sluit me heel graag aan. Ik heb ze eigenlijk gepikt. Ik moet opletten met dat woord in dit debat. Gepikt van Simon Godecharle uit zijn doctoraat, een definitie van Marshall. Ik ga citaten die hier verschijnen voor u daar niet voorlezen. U kan ze lezen, maar deze geeft zo toch heel mooi weer, vind ik, dat integer gedrag, integere wetenschap een inspanning vraagt. Bent u het niet met mij eens? U en ik, als het gaat over integriteit, wetenschappelijke integriteit, denken natuurlijk direct aan de FFP. De fabricatie of het uitvinden van data van welke soort dan ook. Falsificatie, het bewust manipuleren van data voor verkeerde doeleinden. Plagiaat, het kopiëren van ideeën, data, gedachten van anderen zonder bronvermelding. En in deze universiteit, in andere universiteiten ook, voegen we daaraan toe de questionable research practices. Denk aan cellenmislicing van artikels in meerdere publicaties die eigenlijk samenhoren. Denk aan de guest, gift en ghost authorship. Ik kom daar straks nog heel kort op terug. Die FFP, die kennen we natuurlijk allemaal van de meest spectaculaire schandalen. En ik ga u hier geen bloemlezing geven van die schandalen. Denk in deze contraille het verhaal van Diederik Stapel, de Tilburgse sociaalpsycholoog, is wellicht het meest bekende bij u en bij mij. Had in niet minder dan 55 van zijn publicaties gebruik gemaakt van eigenlijk gefabriceerde data. En over de plas is dit verhaal van Deepak Das een bijzonder bekend verhaal. De man die met een ongelooflijk hoopgevende boodschap kwam. Namelijk dat het drinken van rode wijn de levensverwachting verlengt. Prachtig toch? Ik blij. Tot op het moment dat bleek dat 26 van zijn publicaties gebaseerd waren op gefalsifieerde en gefabriceerde data. Tot zover het goede nieuws. Natuurlijk, die casuïstiek, deze komt te vroeg, maar daar kom ik nog op terug. Die casuïstiek zegt op zich heel weinig over de werkelijke frequentie van fabricatie, falsificatie en plagiaat. We moeten daarvoor terugvallen op de enkele meta-analyses die bestaan. De bekendste is wellicht die van Fanelli, 2009, die is al wat verouderd. Hij komt tot de schatting van, uit zelfrapportering, ongeveer 2% van de academici die ooit in de loopbaan data gefabriceerd of gefalsificeerd hebben. 2%. 34% geeft toe van zich aan die questionable research practices bezondigd te hebben. In een meer recente meta-analyse van dezelfde Fanelli en Pupovac ging het over plagiaat, een cijfer zelfrapportering 1,7%. Veel, weinig. Ik laat er dan uw oordeel over. Vraagt men diezelfde groep, dezelfde meta-analyses, gaat men kijken naar dezelfde studies en men peilt naar de mate waarin men denkt dat collega's in de directe omgeving zich bezondigd hebben aan plagiaat, ja, dan stijgt dat percentage van 1,7 naar maar liefst 30%. En dat is natuurlijk een overrapportering, zoals die zelfrapportering jammer genoeg wellicht een onderrapportering en onderschatting is. Maar zelfs al is 30% een overschatting, dan is het voor mij toch wel bijzonder zorgwekkend, want het is een indicatie van te beperkt vertrouwen van wetenschappers
in elkaar. Mijn team science verhaal van zo net. Dames en heren, en nu kom ik bij deze slide. Er zijn in die heel brede ruime empirie over inbreuken op de wetenschappelijke integriteit drie thema's die ik heel kort wil aanstippen en waar ik meer aandacht voor vraag in onze KU Leuven in de toekomst. En de eerste is het naleven van afspraken en regels en conventies rond auteurschap. Een vrij recente meta-analyse bij Canadese, Amerikaanse en Europese biomedische wetenschappers gaf aan dat 60% af en toe wel eens auteurs toevoegt op een publicatie die er eigenlijk niet op thuis horen. Als je kijkt naar onze eigen commissie wetenschappelijke integriteit, dan is het veel eerder de problematiek van de ghost authorship die een probleem vormt. Namelijk het niet erkennen van een auteur die strikt genomen wel recht heeft om op die publicatie te staan. De omgekeerde. De andere kant van de medaille. Er is de laatste weken vooral in de wetenschappelijke pers veel te doen over de zogenaamde hyperprolific authors. En dat raakt toch ook wel wat aan diezelfde thematiek. Een heel mooie commentaar eerder deze maand, 2 weken terug, in Nature. Een artikel over hyperprolific authors. Dit zijn auteurs, dames en heren, die erin slagen van op 1 jaar, kalenderjaar, 72 of meer wetenschappelijke artikels te publiceren. Straf, hè? Dat wil zeggen, elke 5 dagen, 1. En je vraagt, je moet die commentaar maar eens nalezen, naar de redenen, de achtergronden van waarom men zoveel publiceert, krijg je dit lijstje. Ik ga het u niet voorlezen. Hard work, natuurlijk. Sleeping only a few hours a day, ongetwijfeld. Generosity en sharing, klinkt toch mooi. Van publicatiedruk geen spoor in die redenen. Van competitie nog minder. Maar als je doorvraagt bij diezelfde auteurs of ze zelf de regels en de afspraken rond auteurschap ernstig nemen, is het antwoord in meerderheid nee. Ik denk dat we hier werk hebben. Een tweede domein waar we werk hebben, nog werk hebben, is wat vandaag de dag gemeenzaam sloppy science genoemd wordt. Slordige wetenschap. Dat gaat over foutlopende kwaliteitscontrole, dat gaat over onoordeelkundig opslagen van data. Het compleet ontbreken van mentoring van onderzoekers, thema waar ik ook nog kort op terugkom, opportunistisch gebruik van data en noem maar op. En het is natuurlijk ook voor mij als niet echt expert in integriteit, natuurlijk erg moeilijk om het grenspunt te bepalen van waar stopt dan sloppy science en waar beginnen dan de echte inbreuken op de wetenschappelijke integriteit. Tijdink en Bouter in Nederland hebben een poging gedaan om eigenlijk vanuit een andere invalshoek te werken. U ziet hun klassificatie hier. Namelijk eerder na te gaan van wat is de impact op de wetenschap van verschillende types van inbreuken. Maar als u dat leest, u ziet dat hier achter mij. Dit zegt heel weinig over de frequentie waarmee zaken voorkomen. Dit zegt ook heel weinig over de mate waarin het zelfcorrigerend gedrag van wetenschappers hier heilzaam kan in zijn. Want op de keper beschouwt die heel zware gevallen van plagiaat, van zelf fabriceren van data, van het falsificeren van data, zijn misschien net de inbreuken die het makkelijkst detecteerbaar zijn en het makkelijkst corrigeerbaar. Elke echte boude vervalsing valt volgens mij ooit door de mand, omdat de replicatiestudie iets heel anders aantoont, bijvoorbeeld. Terwijl die slordige wetenschap, en de statistiek speelt daar dan toch ook een bijzondere rol in, die slordige wetenschap, als ze veel voorkomt, of misschien net omdat ze vaak voorkomt, misschien wel een veel grotere impact heeft op wetenschappelijke uitkomsten en het leven dat ze leiden. Dames en heren, ik wil nog een derde thema heel kort aansnijden in dat overzichtje van de empirie, en dat is de beruchte replicatiecrisis. U heeft het de vorige maanden kunnen volgen. Een toenemend aantal artikels waarvan zou blijken dat ze niet reproduceerbare resultaten bevatten. Althans, wanneer anderen proberen de studie te reproduceren, komen ze op andere uitkomsten uit. Ik heb vroeger elders ook al wel eens gepleit voor meer replicatieonderzoek en het meer ernstig nemen van replicatieonderzoek. En dat is ook nodig. En ik wil dat beklemtonen, want
Replicatieonderzoek in onze wetenschap, in onze wetenschappelijke domeinen, wordt heel vaak gezien als een soort wetenschappelijke corvée. Er valt heel weinig eer bij te halen, want ja, de vinding zelf, als ze correct is, is al door iemand anders gedaan, voor u. U reproduceert gewoon. En mensen die zich toeleggen op replicatieonderzoek worden ook al wel eens af en toe met de nek aangekeken. Want ze zijn bij momenten toch wel wat bedreigend. En nu kan die replicatiecrisis wel deels te maken hebben met sloppy science. Ik wil dat zeker niet in twijfel trekken. Maar ik wil toch ook wat nuance in dat debat. En ik citeer hier heel graag Paul de Boek. Dit is een stukje uit persoonlijke communicatie van Paul Comte, vice-rector onderzoeksbeleid aan de KU Leuven 2005-2009. Die zeker voor de gedrags- en de maatschappijwetenschappen hier een bijzonder belangrijk punt aanhaalt. Ja. Sommige onderzoekers doen spijtig genoeg bedrog, maar de werkelijkheid bedriegt ons veel meer dan we denken. Niet-repliceerbaarheid kan net te maken hebben met die veranderlijke werkelijkheid die we bestuderen. Dames en heren, ik heb u geprobeerd heel kort een indicatie te geven van hoe groot het probleem van FFP is, ook iets te zeggen over dat auteurschap, de sloppy science en zo verder. Er is in dat overzicht eigenlijk één domein dat ik altijd opnieuw mis, en dat is de positieve insteek. We gaan te vaak kijken naar de misdrijven, de inbreuken, de schendingen, waardoor we het hele debat natuurlijk meteen in een correctionele of een politionele context plaatsen. Misschien toch niet helemaal terecht. We hebben op die manier, vind ik zelf, veel te weinig aandacht voor de positieve verwachtingen die we ten aanzien van wetenschappers hebben, junior en senior, voor de grondbeginselen van de wetenschap. En ik ben heel blij in de zo pas gepubliceerde Nederlandse Code voor Wetenschappelijke Integriteit, vers van de pers, dat die grondbeginselen eigenlijk het vertrekpunt zijn. Het gaat dan over eerlijkheid, transparantie, zorgvuldigheid. Het gaat ook over verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid. En laat me over die twee heel kort iets zeggen. Onafhankelijkheid impliceert dat u zich niet laat leiden door buitenwetenschappelijke overwegingen, zoals bijvoorbeeld de uitkomst die een financier van onderzoek graag zou zien gepubliceerd worden. Let wel, onafhankelijkheid houdt voor mij niet in dat bijvoorbeeld belangenverenigingen niet kunnen betrokken zijn bij het formuleren van een onderzoeksthema of het formuleren van een onderzoeksvraag. Nee, werkgeversfederaties, vakbonden, Bayer, Greenpeace, noem maar op. Ze mogen van mij allemaal onderzoek bestellen. Liefst zelfs. Dat is onderzoek. Liefst zelfs. Ja. Dat is onderzoek vanuit maatschappelijk engagement. Maar natuurlijk, van zodra wij beginnen met onze data en de analyse van die data en het interpreteren van die data en het publiceren en valoriseren, dan is absoluut die onafhankelijkheid vereist. En verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid houdt eigenlijk in dat u als wetenschapper onderzoek doet rond maatschappelijk en of wetenschappelijk relevante thema's. Dat spreekt voor zich. Maar het houdt ook in dat u zich bewust bent van het gezag waarmee u spreekt als u als academicus, ik herhaal, want ik word daar soms fout in begrepen, als academicus participeert in het maatschappelijk debat. Wij moeten meer in dat debat aanwezig zijn, maar of het nu gaat over genetische modificatie of over radicalisering, over de Brexit, en ik kan zo nog een tijdje doorgaan, ook in dat maatschappelijk debat blijven diezelfde principes van eerlijkheid, transparantie, zorgvuldigheid, onafhankelijkheid doorwegen als criteria gelden. Dus wij moeten ons meer engageren in dat debat, maar ik denk dat de publieke opinie van ons wel mag verwachten dat we dan ook iets bij te dragen hebben in dat debat en niet gewoon ongefundeerde opinies ventileren. Dames en heren, dit was luik 1. Ik hoop dat u het nog even uithoudt, want nu komt luik 2. Wat mij een perfect moment lijkt om toch even bij te tanken. Ik wil het even hebben nu niet over de problemen en de inbreuken, maar over de remedie. De preventie en de sanctie indien nodig. Ik heb eerder in mijn uiteenzetting al mijn vertrouwen in u wetenschappers, voor de wetenschappers in de zaal, uitgesproken. Maar we zijn mensen en niets menselijks is ons vreemd.
En daarom moeten we werken aan preventie. En we doen dat natuurlijk in de KU Leuven al op vele verschillende manieren. We hebben die goed functionerende Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit. We hebben vorig academiejaar beslist om transparanter te communiceren over inbreuken op wetenschappelijke integriteit. Potentiële imagoschade mag ons daar niet in tegenhouden. Moeilijk debat, maar we moeten het voeren. We hebben het charter van de doctorandus en de promotor. We hebben de verplichte integriteitsopleiding voor doctorandi. We hebben vanaf dit academiejaar de promotorenopleiding met een belangrijk luik integriteit die verplicht is voor elke startende professor aan deze universiteit. We hebben nieuwe afspraken rond beeldmanipulatie en wat daarin getolereerd kan worden. En ga zo maar door. We hebben al een hele batterij aan maatregelen. Maar, en nu kom ik bij het belangrijkste stuk uit mijn betoog. Meer is mogelijk. En meer doen impliceert voor mij ook echt wel dat we de vraag naar de verantwoordelijkheid stellen. Te vaak, ook in onze historiek, wordt die verantwoordelijkheid bij de fraudeur gelegd. Bij de inbreker op die integriteit. Ook als instelling dragen wij verantwoordelijkheid. Elke individuele dwaling, dames en heren, en dat zie ik nu toch na een jaar rectoraat, raakt op een of andere manier toch wel ergens aan collectieve faling. Geen ontkomen aan, hoe groot de paraplu's ook mogen wezen. Wij hebben als universiteit, als instelling natuurlijk, een verdomd grote verantwoordelijkheid om te wijzen op het belang van integere wetenschap, om te sensibiliseren, te informeren, op te leiden, klokkenluiders te beschermen. Puntjes waar ik zo dadelijk nog kort op terugkom. En ik verheug me in een beweging in heel dat debat rond wetenschappelijke integriteit, waarbij dat precies meer en meer erkend wordt. De verantwoordelijkheid van bestuurders, de verantwoordelijkheid van onderzoeksleiders in het voorkomen van inbreuken en het remediëren in ze toch voorkomen. En ik raad u allen aan, en we zullen dit gebruiken als kader binnen de KU Leuven in de maanden en jaren die komen. Ik raad u allen aan om eens op zoek te gaan naar het Bonprintiger Statement, bekendgemaakt in februari 2018, dus echt nog vers van de pers, en het resultaat van een Horizon 2020-project. En waarin 13 domeinen worden aangegeven waarin universiteiten, bestuurders, verwacht worden om beleid te ontwikkelen. Ik ga ze u niet voorlezen, ik ga ze hier ook niet alle 13 behandelen, want dan is het weer om 2 uur nog. U kan een statement vinden op het web. Ik heb al gezegd, we zullen het als kader verder ontwikkelen. En ik beperk mij hier als uitleiding tot een 5-tal korte of wat langere beschouwingen. Eén ervan is informeren, sensibiliseren, opleiden. Mag ik even een collectief gewetensonderzoek doen in deze zaal? Ik zie u toch niet, dus of u nu ja klikt of nee, u bent veilig voor mij. Hebt u al eens de website van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit bezocht? Kent u de sancties die staan op fabricatie, falsificatie en plagiaat in deze instelling? Heeft u al eens de moeite genomen om de codes rond wetenschappelijke integriteit, de Europese code, de Belgische code, onze eigen richtlijnen, door te nemen en te lezen? Kent u de regels waarmee wij werken rond auteurschap? Ik zie niet of u overwegend ja knikt, nee knikt of niet knikt. Ik gok op het laatste. Maar daar gaat het mij ook niet om hier. Mij gaat het om de verantwoordelijkheid van de instelling. Als uw gevoel is van oei, ruimte voor verbetering, dan moeten we daarop inzetten. En dan hoor ik u denken, maar we leiden toch op. Dat klopt, we leiden op. Maar het scepticisme rond het effect van opleiding in responsible conduct in research, zoals dat dan zo mooi omschreven wordt, is toch wel wat tanend. Er zijn zelfs enkele empirische studies die aangeven dat het informeren van wetenschappers over mogelijke inbreuken hen net op slechte ideeën brengt. Alsof je de kat bij de melk zet. Maar dan vraag ik u, is er een alternatief? Natuurlijk is er geen alternatief. Niet informeren, niet opleiden, niet sensibiliseren is schuldig verzuim. Punt. Dus we moeten dat blijven doen. We moeten misschien meer de vraag stellen,
of onze opleidingen dan voldoende concreet zijn, of de verschillende paradigma's en stromingen in de wetenschap voldoende aan bod komen in onze opleidingen rond integriteit, of we bijvoorbeeld de positie van klokkenluiders voldoende thematiseren in die opleidingen. Ik ben positief op dat vlak en optimistisch. Als ik kijk naar de evaluaties van onze verplichte opleiding rond integriteit in de doctoraatsopleiding, die zijn bijzonder goed. Met veel dank aan de 5 collega's uit de 3 wetenschapsgroepen die de goede zorg opnemen voor dat vak. Er is progressiemogelijkheid als ik kijk wat de groep biomedische wetenschappen doet. Zij hebben herhaalpraktica, ik denk in jaar 3, waar doctorandi samen met senior onderzoekers, doctorandi die op dat moment al weten wat het betekent data te analyseren, het betoog neer te schrijven, de moeilijke discussies over auteurschap aan te gaan, etc. En die op dat moment, in dat derde jaar, in debat gaan met de seniors. Ik denk boeiend en inspirerend voor beide kanten, voor beide partijen. En in dat eerste luikje dat ik nu kort wou aansnijden, wil ik nog één initiatief voorleggen dat ik ook heel graag voor KU Leuven zou willen gelanceerd zien. De hele Metrics for Ethics discussie, die momenteel internationaal loopt. De beide Amsterdamse universiteiten, de VU en de UvA, hebben dit gezamenlijk Academic Research Climate Platform opgericht. Onderzoeken hun onderzoeksklimaat met aandacht voor integriteit. En ik denk onszelf op die manier een spiegel voorhouden dat dat belangrijk is. Thema 2. Nu ga ik mij op de slippery slope begeven. Ik hoop dat ik blijf staan. Ik merk in de publieke opinie dat er zo'n idee bestaat of ontstaan is of gegroeid is dat misbruiken in de wetenschap, die inbreuken op de integriteit, dat die alsmaar meer voorkomen. En wat me daar zo bij fascineert, is dat als het dan gaat in onze kranten bijvoorbeeld, over de causaliteit daarachter, we direct uitkomen bij, daar komt die, de rat race. De concurrentie tussen instellingen, de metrics die universiteiten gebruiken, de sleutels die de overheid gebruikt om middelen te verdelen. En het is als rector bijzonder gevaarlijk om daar tegenwoordig een uitspraak over te doen, want het is bon ton om te zeggen dat we een probleem hebben en dat de redrace de schuld is. En toch wil ik daar enkele kritische vragen bij stellen. En ik moet dat hier kort houden, maar ik verwijs naar de tekst. Ten eerste, ik voel mij gesterkt door de simpele vaststelling, en ik hoop dat ik gesteund word door de historici in de zaal, dat wetenschappelijke integriteit als thema en inbreuken erop van alle tijden zijn. Ik nodig u van harte uit, het is een bijzonder boeiende lectuur om het boekje van Charles Babbage, de wiskundige, te lezen. 1830. Er is nog iets gebeurd in dat jaar, dat weet u. 1830, en de man had het toen al over the decline of science in England. Op een moment dat er van een red race nog geen sprake was. En ik moet zeggen, de bloemlezing die hij geeft van inbreuken is zo mogelijk nog spectaculairder dan wat je vandaag op een website zoals Retraction Wage. Ik ben nu de naam kwijt van de website, daar kan terugvinden. Ja. Bijzonder interessant is ook de terminologie die Babbage gebruikt trouwens. Hij spreekt niet van fabricatie of falsificatie, maar van hoaxing en trimming en cooking van data. Echt boeiende lectuur. Het koken van data en het bakken van lucht wellicht. Een andere vaststelling die ik dan doe als ik die literatuur doorneem, en dan kom ik nog even terug op die meta-analyses waar ik naar verwees, dan zie je toch wel dat in die meta-analyses men eigenlijk tot de vaststelling komt dat de zelfgerapporteerde weliswaar inbreuken op de wetenschappelijke integriteit eigenlijk eerder afnemen dan toenemen. Wat wellicht ook net te maken heeft met het feit dat we ons beter wapenen in dat domein en meer werk maken van integere wetenschap. Dus ik vind dat we toch wel heel erg moeten opletten om niet aan externe attributie te doen en alles toe te wijzen aan de redrace en aan de sleutels en zo verder. Het onderzoek rond inbreuken en de profielen van inbrekers, van fraudeurs, wijst net om een gigantische diversiteit aan situaties. Zowel persoonstrekken als de context zijn belangrijk. En bij die context gaat het af en toe om competitie en publicatiedruk. Maar gaat het eigenlijk veel vaker over ontbrekend leiderschap, slechte mentoring,
onvoldoende voorbeeldgedrag in de directe omgeving van de onderzoeker, etc. En als je kijkt naar de profielen van degenen die dan betrapt worden, dan gaat het over wanhopigen die hun eigen ethische code doorbreken uit angst om te falen. Het gaat over perfectionisten die faling niet in hun woordenboek staan hebben. Het gaat over machiavellisten die het eigen oordeelsvermogen volledig boven de externe toets inschatten. Het gaat over misschien hier en daar een sociopaat. Het gaat over een naïveling die uit de bewering dat wetenschap grenzeloos moet zijn, afleidt, foutief afleidt, dat er geen grenzen zijn. Het is die diversiteit die ons meer in nuance moet doen nadenken over de oorzaken van integriteit en inbreuken op die integriteit. En dat brengt mij bij het derde puntje, de verantwoordelijkheid van de leider. Mensen in de zaal hier die wat thuis zijn in het domein van de gedragsethiek, die weten, en dat leest wel best akelig hoor, dat het voldoende is bij momenten om één iemand in uw directe omgeving te hebben, uw onderzoeksteam bijvoorbeeld, die echt onethische beslissingen neemt om ons eigen kompas, ethisch kompas, volledig ontregeld te zien. Gino, bekende prof aan Harvard, noemt het the effect of one bad apple on the barrel. En dan stel ik u de vraag, wat als die rotte appel, de leader of the pack is, de principal investigator of de leidinggevend of de departementsvoorzitter of de coördinator of de projectleider? Kijk, er is nogal wat onderzoek rond integriteit dat heel duidelijk aangeeft dat in een meerderheid van de gevallen van betrapte inbreuken op de integriteit, het gaat om onderzoekers die actief zijn in contexten waar de direct leidinggevende, die principal investigator of de projectleider of wie het dan ook opneemt en doet, geen standaarden formuleerde, geen protocols in werking heeft, geen logboek bijhoudt, geen enkele controle op de validering of geen enkele validering van verzamelde data organiseert. Dus u begrijpt welk gigantisch positief effect zou kunnen uitgaan van goede, kwaliteitsvolle mentoring, van goede opvolging, van goede begeleiding van onderzoekers. Mentoring is zo belangrijk en mogelijk nog veel belangrijker dan wat we proberen te doen met opleiding. Het is de ideale manier om kennis over te dragen, vertrouwen te creëren vanuit een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke vinding of de publicatie. Het laat ook toe om een oogje in het zeil te houden. Die directe mentoring, supervisie, is, vind ik, bijzonder, bijzonder belangrijk. En wij moeten als academici, als leidinggevenden, inderdaad de lat erg hoog leggen voor onze onderzoekers. Dat hoort bij wetenschap. Maar ik denk dat er heel veel progressiemarge is om het bespreekbaar maken van falen een plaats te geven in ons onderzoek en onze onderzoekswerking van onze teams en departementen en afdelingen. Om onderzoekers duidelijk te maken dat het niet bevestigd zien van een overigens erg aannemelijke hypothese gewoon deel is van goede wetenschap. Constructive failure noemde Ed Boyden het. U ziet hier zijn foto. Winnaar van de Life Science Breakthrough Prize in 2016. Je moet zijn podcast maar eens aanhoren over het principe van constructive failure, mislukking als bron van vooruitgang. En nu kom ik bij een heel gevoelig thema en dan sluit ik dat stukje af en kom ik bij mijn twee laatste korte thema's. Praten over leiding geven brengt, of we het nu willen of niet, de discussie over wat wij organisatiekundigen wel eens de span of control noemen. Hoeveel medewerkers worden begeleid door eenzelfde leidinggevende, academicus en zo verder. Je ziet in de hitparade van de inbreuken op integriteit in termen van risico's, slechte mentoring, slechte opvolging van jonge onderzoekers, altijd maar hoger en hoger klimmen in de echte oorzaken van waar het fout loopt. Dus moeten we daar iets aan doen. En dan moet je je vragen durven stellen, en ik viseer echt waar niemand,
of het kan, of het goed is, dat eenzelfde principal investigator of teamleader of wat dan ook, 20, 25, 30, 35 doctorandi begeleidt. Op hetzelfde moment. Wel te verstaan. En ik ga dit hier nu niet toelichten, maar kijk naar empirisch onderzoek rond het rendement van funding, met dank aan Gerard Govers die mij de papers bezorgd heeft. Het effect van het rendement van funding dat eigenlijk duidelijk afneemt bij stijgende schaalgrootte. Het rendement van de impact van elke bijkomende euro-investering in dezelfde onderzoeksgroep, ja, die duidelijk afneemt bij stijgende schaalgrootte. En ik besef heel goed dat in sommige domeinen schaalgrootte een vereiste is. En ik wil ook absoluut niet gezegd hebben dat de problemen enkel voorkomen in heel grote groepen. Nee. Maar ik wil mijn boodschap ook niet kapot nuanceren. Ik moet ze hier kort houden. Heel kort iets over de lead author. En ik kom heel kort terug op auteurschap en dan gaan we stilaan naar het einde, beloofd. En dus naar de receptie. Kijk, er is een retraction watch, dat was de term die ik zocht. Als u op retraction watch zoekt naar de naam Kreepke, dan komt u bij een heel boeiend verhaal, een jammerlijk verhaal. Stel u eens voor, u bent leidinggevende van een onderzoeksgroep. Uw groep groeit, uw labo groeit, wordt altijd maar groter en groter en je kan het niet meer overzien. Dus je engageert een bijkomende labverantwoordelijke die u moet ondersteunen, maar uw inspanningen voortdurend voor bijkomende fundraising gaan zo ver dat je handen, voeten en ogen tekort komt om de validiteit en betrouwbaarheid van de data van die onderzoekers te controleren. Probleem. Op een bepaalde dag wordt u op het matje geroepen bij uw Research Integrity Officer, die u koudweg meedeelt dat er bewijs is van gefabriceerde data in 6 van de publicaties waarvan u lead author bent. U heeft zelf niet geknoeid met data. U heeft zelf individueel niet fout gedaan. Maar het wordt u heel snel duidelijk dat u eigenlijk de enige bent die in verdenking gesteld is. Enkele maanden later wordt u ontslagen. En de onderzoeksfinancier, in dit geval in de Verenigde Staten, schorst u voor 10 jaar van deelname aan de financieringsprogramma's. Een rechter zet het om naar 5 jaar nadien. Dat is de zaak Kreepke. Man heeft zelf niets gefabriceerd, niets gefalsifieerd, maar is verantwoordelijk gehouden omdat hij lead author was op 6 geïmpacteerde publicaties. Is daarvoor ontslagen en kan niet meer aan de funding. En nu hoor ik u denken, ja, Kreepke woont ver weg over de plas, in een land waar schuld en boete net iets anders behandeld en bekeken worden dan hier, op dat wat zachtere continent. En dat klopt. En zouden wij gewoon nog leraar geweest zijn aan de KU Leuven, zou het best kunnen zijn dat we tot een andere beslissing zouden gekomen zijn. Maar toch is de casus interessant, omdat het ons toch ook wel wijst op het belang van eerst en vooral het voorzichtig omgaan met gift en guest authorship. Want u wordt zeker als lead author verantwoordelijk gehouden in toenemende mate. En moeten we ons ook wel vragen durven stellen bij de praktijk die ik toch nog heel vaak zie ontstaan van zeg maar, de afdelingsverantwoordelijke of de labverantwoordelijke, die per definitie de lead author wordt op de publicaties. Veel gezonder lijkt mij de praktijk ook om dit soort problemen tegen te gaan, om taakverdeling te organiseren, verantwoordelijkheden te spreiden en ook juniors af en toe die rol van lead author te laten opnemen, maar dan wel met de verantwoordelijkheid die erbij hoort. En ik zie meer en meer journals die dat ook die weg gaan, die proberen die verantwoordelijkheid duidelijk toe te wijzen. Elke auteur zijn deel van de verantwoordelijkheid, maar ook de accountability die er mee komt kijken. Debat dat we ook mogen voeren. Mijn laatste puntje. Vluchten, stelen en bedriegen, ook de achterklap en het liegen. Voor de vrijzinnigen in de zaal. Dit komt uit de 10 geboden. Het is ons ingepeperd van kinds af. En als je die termen eens ziet staan, stelen, bedriegen en liegen, eigenlijk is dat ja, zo wat synoniem van falsificeren, fabriceren en plagiaat.
Waarmee ik gewoon het punt wil maken dat er in dit debat niet alleen ruimte mag zijn voor preventie en zorg, maar dat we ook een debat moeten durven voeren over sanctionering. En ik vind, ik heb het gevoel, ik hoop dat ik fout ben, dat we misschien in de voorbije periode net iets te vaak te begripsvol geweest zijn voor vormen van fraude, voor inbreuken op de integriteit. Ik hoop dat ik fout ben. Maar als ik juist ben, dan moeten we dat keren. En dat is voor alle duidelijkheid geen oproep tot een heksenjacht, dames en heren. Hou u in, hold your horses. Het is geen stap weg van preventie en van zorg. Het is ook geen stap weg van geduldige, zorgzame daderhulp, want ook die is belangrijk. Maar ik vind wel dat als informatie, sensibilisering, opleiding op punt staan en we komen dichter en dichter bij dat punt waarop we dat legitiem kunnen zeggen, dan moeten we bij inbreuken op de integriteit ook durven handelen. En evident moeten onze sancties proportioneel en passend zijn. Ik kom nog één keer terug bij de gedragsethiek. Boeiende lectuur, hoor. Daar leer je uit, laat het mij heel kort samenvatten, dat ook goede mensen af en toe wel eens een ethische grens overschrijden. Dat onze morele identiteit niet vast ligt, maar kneedbaar is en dynamisch. Dat is met andere woorden, goede, goedbedoelende wetenschappers ook al wel eens een misstap kunnen gaan. En dat moeten we meenemen in het oordeel. En ik moet zeggen, en nu maak ik de cirkel rond, dan kom ik terug bij die CWI, onze Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit, die legt met geduld dat soort zorg aan de dag. Die neemt de achtergrond, de context van inbreuken, volop mee. Op een remediërende en ondersteunende manier. En zijn er bezwarende elementen of verzwarende elementen, pas dan wordt de rector verwittigd, wordt de rector ingeschakeld en overlegt de rector samen met het gemeenschappelijk bureau over een mogelijke tuchtsanctie. Ik zou het er nog veel kunnen over vertellen, maar daar verwijs ik voor naar de tekst. Laat mij toch nog één puntje aanhalen, dat bij sanctionering en bij het opvolgen van inbreuken toch wel van toenemend belang is. En ik begrijp mijn punt hier bij het zien van dit prachtige beeldje dat op onze Sint-Pieterskerk staat, voor wie nog niet omhoog gekeken heeft op de Grote Markt. De klokkenluider. Ik denk dat we bijkomende inspanningen kunnen doen om de whistleblowers, de klokkenluiders, nog beter te beschermen. Zij staan voor een, als zij getuigen zijn van inbreuken op de integriteit, voor een verdomd lastige opdracht. Eigenlijk de keuze, als je erop nadenkt, tussen het eigen welzijn, namelijk ik luid de klok niet, so no worries, voor mezelf, of het welzijn van andere patiënten, andere onderzoekers, de wetenschap die aan de slag gaat met foute resultaten. Dat is een heel moeilijke afweging. Dat is een heel moeilijke afweging die, zo wijst ook de heel rijke literatuur over klokkenluiders uit, onwaarschijnlijk belangrijk is. Je ziet dat in nogal wat gevallen mensen die de klok luiden daar persoonlijk gevolg van ervaren. Isolement in de eigen onderzoeksgroep, de paria worden in de groep, negatieve gevolgen voor de loopbaan. Dus ik wil dat toch hier wel, en ik blijf echt weg van die heksenjacht, maar heel sterk beklemtonen. We hebben een nog krachtiger klokkenluider beleid nodig. We moeten het vertrouwen en de bescherming uitspreken. Bescherming ook in gevallen waarbij een gerapporteerde inbreuk finaal onterecht blijkt te zijn. Een belangrijk thema. Dames en heren, ik sluit af. Ik vond het absoluut belangrijk om toch eens bij een van de openingen iets te zeggen over wetenschappelijke integriteit. Ik weet niet of wat ik hier sta te doen echt heel veel impact zal hebben. Ik weet ook niet of ik u al die tijd kunnen weghouden heb van uw mailbox. Wellicht niet. Maar ik kom terug op de wetenschap als betrouwbare bron van informatie, op ons engagement voor betrouwbare en integere wetenschap en op het geduldige verder werken aan een sterke integriteitscultuur in deze mooie KU Leuven. En dan denk ik, goed, dat als een rector op dat vlak de normen, de waarden, de ethische standaarden en de problemen daaromtrent, zonder al te veel onfluurstaalgebruik
is aankaart met een geïnteresseerd publiek dat we een stap vooruit kunnen zetten. U heeft van mij een betoog gekregen, u heeft doorheen de lijnen hopelijk ook engagementen gehoord. Dat printiger statement, onze auteursrichtlijnen, het klokkenluiderbeleid, we moeten nadenken over ons tuchtreglement in het algemeen, de werking van onze commissie wetenschappelijke integriteit, die perfect is, maar die volgens mij af en toe nog meer gebruik kan maken van externe expertise, en noem maar op. En ik weet diep van binnen dat u allen, academici in de zaal, die waarden en die zorg met mij deelt. En ik ben er vast van overtuigd dat u daar dag in dag uit in uw eigen groep probeert aan te werken. Maar we moeten stappen voorwaarts zetten. Dat was het punt dat ik probeerde duidelijk te maken. Want onze wetenschap is een instrument om de werkelijkheid beter te doorgronden. Niet een middel om te gebruiken voor ons eigen voordeel. Ik dank u.